Sport betekent voor mij verbintenis tussen mensen. Hoi, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Anna, wat vind jij zo leuk aan roeien? Ik vind roeien als teamsport vooral heel erg leuk. Dat je echt samen een doel hebt en daar heel erg veel voor traint. Als je dan eindelijk dat doel echt hebt bereikt, dat geeft zo'n goed gevoel. Ja, voor mij is roeien wel lekker omdat je even je hoofd leeg kan maken. En het gevoel om zeg maar elke keer je perfecte haal te maken. Is het wat te combineren, het roeien en het studentenleven? Ja, ik denk dat je daar even je weg in moet vinden. Maar ja, je moet altijd bepaalde keuzes maken. Je kan niet alles tegelijk doen. Maar ik denk dat het zeker goed te combineren is. Ik weet niet hoe jij dat altijd hebt gedaan. Ik heb eigenlijk altijd met topsportcoördinatoren en studiebegeleiders rond de tafel gezeten. Omdat je zeg maar, in een best wel strak regime zit door al die trainingen, kan het er ook voor zorgen dat je juist heel gedisciplineerd bent. Dus ook met studeren. Maar de momenten dat je bijvoorbeeld wint of dat je echt, nou, wat jij zegt, die perfecte haal hebt. Dat moeten wel de momenten zijn die uiteindelijk vooral in je herinnering blijven en die de boventoon voeren. Waardoor het als geheel wel waard is, ondanks alle keuzes die je ervoor moet maken. Sport is voor mij samenwerken en alles geven om je doel te bereiken. Heel veel voldoening en rust in mijn hoofd. Echt samen gewoon je passie kunnen delen. Wat doet sport met jou? Laat het weten op nationalesportweek.nl.